Vandaag wordt er een actie gedaan in Nieuwegein om ervoor te zorgen dat we alle cellen doorzoeken op smokkelwaar. Want dat hoort niet in een gevangenis thuis. Ja, wat ik zie is dat de gevangenen nu komen vanuit de werkplaats. Daar opgevangen worden, gefouilleerd worden. De drugshond doet zijn werk, kijkt van hey, slaat hij ergens op aan. En als dat het geval is, dan wordt ook iemand gevisiteerd. Dus dat betekent dat je kleren uit helemaal doorzocht wordt op aanwezigheid van drugs. We zijn een aantal cellen aan het controleren op contrabande. Dat doen we op één afdeling. Die pakken we helemaal beet en kijken wat er dan uitkomt. Onder contrabande verstaan we bijvoorbeeld telefoontjes die illegaal zijn binnengekomen. Die vaak zo klein zijn als je pink. Maar dat kan ook zijn drugs, softdrugs. Bijvoorbeeld ook soms ook wel alcohol die ze dan op de een of andere manier toch naar binnen smokkelen. Dat willen we niet, dus dat halen we er allemaal uit. Dit is dan een mooi voorbeeld om dat even te laten zien. We hebben hier zo'n pak kruidenmix. Het is heel ingenieus opengemaakt. En als het het openmaakt, dan wat we dan aantreffen, is in ieder geval een USB-kabel. En ook wat secondenlijm. Daar wordt hij eigenlijk mee vastgemaakt in het pak. Om je dicht te maken, dan denken ze dat wij dat niet gaan vinden. Maar je ziet het. Het is een oplader, hè? Ja, wat kun je met een oplaadkabel doen? Dat is niet de bedoeling. Ja, daar hoort een telefoon bij, dat is bijna zeker. Dus daar gaan we nog achteraan om die ook nog te vinden. En daar gaan we vanavond ook nog zeker lukken. Er lekken geregeld beelden uit vanuit de gevangenis. Hè? Waarop gevangenen zitten te feesten, te blowen. Allerlei dingen die in de gevangenis niet mogen gebeuren. Wat voelt u erbij als u die beelden zelf ziet? Dat is natuurlijk ongelooflijk irritant. Je voelt je natuurlijk ook wel een beetje in het hemd gezet. Het hoort ook niet. Tegelijkertijd, ik weet hoe ongelooflijk hard er wordt gewerkt door mensen in het gevangeniswezen. Juist om ervoor te zorgen dat het veilig is. Om wangedrag hard aan te pakken. Kijk maar naar een actie als vandaag. De vraag is ook van hoe komen die spullen, die cellen in? Heeft u daar enig idee van? Ja, dat kan op allerlei manieren. Maar de meeste manier is toch eigenlijk via bezoekers. Die nemen dat dan mee naar binnen en op hele slinkse wijze proberen ze dat dan toch over te dragen aan andere gedetineerden. En het wordt ook heel vaak over de muur heen gegooid, daar hebben wij ook heel veel last van gehad. Maar we hebben sinds kort hebben we hier netten hangen en dat houdt in ieder geval heel veel tegen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee dat we dat hebben. Ik weet ook wel, helemaal waterdicht zal het nooit worden. Maar wij kunnen wel laten zien met justitie dat het ons menens is en dat we dat niet over onze kant laten gaan. Ik begrijp dus, een isoleercel is ook een optie. Dat kan, inderdaad. Als dat voorkomt, dan kan ook zijn dat ik iemand in de strafcel plaats. Eigenlijk wil je niet dat iemand in de strafcel terechtkomt. Dat is gewoon schadelijk. Dus wat mij betreft, zeg maar, doen we dat zo min mogelijk. Maar als het gaat om telefoons, zullen wij heel erg duidelijk maken, dit willen we niet. Dus daar gaan we ook heel streng op straffen. Het aantal acties kan ook met het extra geld dat het kabinet heeft uitgetrokken worden verhoogd. Het aantal drugshonden wordt verdubbeld. Ja, om gewoon te laten zien dat we dit niet zomaar laten gebeuren. Er zitten hier natuurlijk figuren die niet een 10 hebben gekregen voor het gedrag op school, zou ik maar zeggen. Hè. Dat zijn mensen die hier zitten omdat ze slechte dingen hebben gedaan. Die ook altijd weer proberen om politie en justitie te slim af te zijn. Dat betekent dat wij altijd alert moeten zijn en er bovenop moeten zitten. Echt grote klasse. Jullie doen ongelooflijk belangrijk werk. En een heel groot compliment. Dank jullie wel daarvoor. Ja.